Op de meest luxe locatie van Harlingen wordt Willemsstaten gebouwd. 18 zeer luxe appartementen en 4 penthouses met uitzicht op zee. Er is grote belangstelling voor de appartementen vanaf een 500.000 tot en met de penthouses van ver boven de 1.000.000. Maar ja, je zit dan ook op een plekje dat historisch het belangrijkste plekje van Harlingen is. Ooit stond daar het middeleeuwse blokhuis, een verdedigingsfort dat rond 1500 werd gebouwd nadat Harlingen onder Saksisch bestuur was gebracht. Dit kasteel moest de haven en de stad beschermen voor aanvallen uit zee. En nu zijn bij de bouw van Willemsstaten funderingen van dit middeleeuwse fort ontdekt. De muurresten zijn van achter hekwerken zichtbaar. Op basis van de archeologische waarnemingen en deskundig advies wordt nu bekeken wat er met de vondsten gedaan zal worden. Ja, we hebben in ieder geval iets gevonden en dat is natuurlijk heel spannend wat we toch bloot hebben weten te leggen. Ik ben er zelf ook aangenaam door verrast, net terug van vakantie. Ik zat gisteren even te googlen op Harlingen en een van de eerste artikelen die ik tegenkwam waren de graafwerkzaamheden en het feit dat het ook stilgelegd is, heel positief. Dus vanochtend meteen een hoop consternatie natuurlijk van even kijken en wat hebben we nou precies gevonden. Nou, dan zien we aan de linkerkant zien we wat fundamentresten van het blokhuis, het verdedigingswerk van Harlingen, die ons beschermde tegen boeven, schurken, schavuiten die van buiten kwamen. Hè, of de dreigende werking al voldoende was. En misschien ook wel om de Harlingers binnen te houden, hè, want er hebben hier ook poorten gestaan. En we hebben, zoals je op de achtergrond ziet, een tweetal putten gezien. Putten zijn wel nog moeilijker aan te geven, want die zitten meestal in de grond. Daar ligt nu even een hekwerk overheen om te voorkomen dat je erin valt. Maar twee putten, nou ja, die nog even een waas over zich hebben van, is dit nou een begin van een gangenstelsel of zijn dit gewoon waterputten geweest? Wat ga je er dan mee doen? Want dat is natuurlijk belangrijk. 1. Inventariseren. Wat hebben we nu in beeld? 2. Is er nog meer? Hebben we iets gemist of kunnen we nog meer vinden? Daarom ook een professioneel archeoloog erbij. Doen wij niet zelf, gaan we niet met ons ambtenaarapparaat doen. Gaan we kijken wat daar zit en uit welke tijd dat nu stamt. Want wij denken dat de muur die hier voor jullie rechts, voor mij links ligt, dat dat twee restanten zijn van muren die weer niet bij elkaar horen. Dus de oudste muur is vermoedelijk de dikste muur aan de rechterzijde. En die andere is weer is van iets anders geweest. Nou, de punt is natuurlijk dat je dat eens naar voren weet te halen van wat heeft daar nu daadwerkelijk gestaan. Ja. En hoe breng je dat straks? Is het mogelijk om daarvan iets te laten zien in het nieuwe gebouw? Is de projectontwikkelaar daar bereid toe? Nou, die geeft ons in ieder geval de ruimte om hier te staan en om dit onderzoek te doen. Heel belangrijk. Hij geeft wel de gelegenheid om onderzoek te doen. Hij vindt ook belangrijk dat je een stukje historie wat nu zichtbaar wordt, dat gewoon behouden blijft. En dat je daar in ieder geval ook voor de nageslachten in ieder geval inzichtelijk maakt wat hier geweest is. Of wat er mogelijk geweest is. Hè? Want dat is altijd even een fantasie van wat heeft hier nu bovenop gestaan. Heel spannend, maar wel heel leuk dat we een stukje historie van Harlingen weer tevoorschijn hebben gehaald.